Welkom bij de ronde tafelsessie Participeren en Banen Realiseren van Werkverkenners. Dit is de eerste. We bijten het spits af met een voor veel mensen complexe wet, de participatiewet, die als doelstelling heeft om de Nederlandse arbeidsmarkt inclusief te maken. Iedereen die wil en kan werken, zou een baan moeten hebben. Dat is misschien wel heel erg kort door de bocht, de participatiewet. Waarom kwam je naar deze boardroom sessie over de participatiewet? Omdat ik heel nieuwsgierig ben hoe andere organisaties dat doen. En wij ook heel erg aan het nadenken zijn van, doen wij het nou op de goede manier? Er zijn weinig werkgevers die zeggen, nou, ik wil geen mensen met een beperking in mijn bedrijf. Pertinent niet. De weerstand zit vaak in de praktische uitvoering. Bied je mensen een dienstverband aan, doe je dat dan voor 23 maanden zo dadelijk, hè, als de wet werkzekerheid ingaat? Of ga je dat dan continueren? Wat zijn voor- en nadelen? Dus nou ja, dat zijn nu zeg maar de vraagstukken waar we mee bezig zijn en waar we antwoorden op proberen te zoeken. Jij ontmoet met name enthousiasme, mensen die al voorop willen lopen en die ook hun best willen doen. Is dat ook de stemming die je meeneemt uit deze boardroom sessie? Nou, deze groep was gedifferentieerder. Hè? Hier zag je daadwerkelijk clubs die, of organisaties die heel goed bezig waren. Organisaties die nog aan het proeven waren. En een enkele die eigenlijk denkt dat hij het niet gaat doen. Nu denken waarschijnlijk heel veel mensen, Sven zit in een rolstoel, hij is onderdeel van de doelgroep. Dat ben jij niet. Wie valt er wel onder? Voor een sociaal akkoord zou ik er wel onder mogen vallen. Voor de participatiewet zijn het mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. En ik zou normaal er wel onder vallen, maar ik ben voor 1 januari 2013 in dienst genomen. Dus vallen we hier niet onder, zou ik maar zeggen. Jij bent eigenlijk de personificatie van hoe ingewikkeld die wet in elkaar zit, ook voor werkgevers. Eigenlijk wel. Werkgevers willen gewoon een arbeidsgehandicapte die bij hun bedrijf past en die een goede bijdrage kan leveren. En het is voor werkgevers bijna ondoenlijk om tussen de gehandicapten te zien wie er nou wel of wie er nou niet onder valt. De rode draad is dat het niet makkelijk is, dat er veel goede wil is, maar dat het nog niet heel transparant is wie er beschikbaar is voor die arbeidsmarkt. Wat moet er dan anders? Ja, het allerbelangrijkste zou zijn verbreden van de doelgroep. Dus ook mensen die in een WIA-uitkering zitten of in een andere uitkering geen uitkering hebben, maar wel gehandicapt zijn. Dit is onzin. Een oudere van 58 is net zo gehandicapt als iemand met een waaijonge uitkering. En de tweede plaats, de hele regelgeving zou gericht moeten worden op de werkgever om die te faciliteren om deze mensen in dienst te nemen en niet denken vanuit uitkeringen en bezuinigingen. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People, onderdeel van USG People.